dat je weer kijkt. Ik ga vandaag een route lopen bij de Renderklippen. Ik ga het natuurpad volgen en ik start de route bij de schaapskooi van Heerden. En dan wil ik uiteindelijk ook nog een stukje lopen van de route bij Epen. Dus dat zal bij elkaar ongeveer 10 kilometer zijn. De heide staat mooi in bloei, dus ik heb er zin in. Een paar jaar geleden heb ik deze wandeling ook gemaakt en toen kwam ik op dit stukje van de route oog in oog te staan met een ree. Dat was wel super cool. Als ik daar nog beelden van heb, zal ik die nu even toevoegen. Dat is denk ik wel leuk om even te zien. Komen bij het Pluizenmeer stikte het er van de spinnen. Bijzonder om te zien hoe er één druk bezig was om zijn web te maken, maar ook om de wespspin te zien. Goed te herkennen aan zijn zwart-gele strepen op zijn achterlijf. Je merkt echt dat de natuur tussen twee seizoenen in zit. Aan de ene kant merk je door de kleine beestjes en de warmte van de afgelopen dagen dat het nog zomer is. En aan de andere kant verkleuren de bladeren en schieten de eerste paddenstoelen de grond uit. Kon ik geen bordjes vinden. Ik ben er waarschijnlijk gewoon voorbij gelopen. Ik heb het fietspad gevolgd en ik ben gewoon hier naartoe gelopen, naar de heide. En nu zie ik net weer een bordje staan met een N erop. Maar ja, ik ga nu gewoon lekker mijn eigen route maar volgen richting de schaapskooi. En zo kom ik weer bij de auto.
Ik ben alweer bijna bij de auto en ik heb echt genoten van deze wandeling. Als je een keer iets anders wil zien dan de postbank, is dit een hele goede aanrader. Mooi bos, heide, vergezichten, heuvels. Eigenlijk heeft de Renderklippen het ook allemaal. En de wandeling wordt heel goed aangegeven en is afwisselend. Als je deze video leuk vond, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende keer weer met een nieuwe video. Doei!